Toen René Spaargaren vlak voor zijn huis iets apart zag op de bodem van de Noorderplassen, werd hij nieuwsgierig. En speciaal voor ons vist hij het bijzondere tafereel nog eens op. Al valt dat niet mee. Oeh! Maar met een beetje moeite lukt het uiteindelijk toch. Dit is hem. Het monster van de Noorderplassen. Wat dacht u toen u hem vond? Ja, wist ik eigenlijk niet. Ik dacht een stuk plastic of één vis. En toen we wat uit het water tilden, bleek het dus een snoek te zijn die iets te grostig zijn kerstdiner heeft opgegeten. En er is in gestikt. En het weegt nogal wat, denk ik. Ik denk 1,15 kilo. Moeite genoeg om hem zonder in het water te vallen naar boven te halen. Soms zijn de ogen groter dan de maag. Of in dit geval zelfs groter dan je hele lijf. Een apart gezicht. Maar ja, wat moet je ermee? Ja, weer teruggooien. Het zal niet verder weg zijn. Maar ja, ik ga het niet op de barbecue leggen. Zeker niet in dit weer. 1, 2, 3.